Wonderen en tekenen. Ik zal wonderen geven in hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchte gedachte des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren aan zal roepen, zalig zal worden. Het Pinksterfeest is het feest van de liefde genoemd. Het geloof viert zijn hoogtij met het feit van Christus' geboorte. De hoop mag Pasen rekenen als haar gloriedag, maar de liefde zingt bij de uitstorting van de Heilige Geest haar schone zangen van vrede. Met die zang kunt u instemmen, mits u één ding niet vergeet. Pinksteren mogen het brandende liefde hart als symbool kennen. Dat hart brandt en die liefde is een vlam des Heren. En Pinksteren is, omdat het ons festijn der liefde is, het feest van het vuur. Want de liefde des geestes is niet zoetsappige weken, sentimentele lieftalligheid waarmee de arme wereld van heden zich verwint en verwijt. Zij is niet de ontkrachte liefdoenerij en een ontwapende mensengemeenschap die het wapen wegwerpt omdat het geen offer meer wil. Maar zij is in haar wezen vuur en strijd. En zij voert op deze aarde de heilige oorlogen des Heren, die de wereld overwinnen voor Christus. En van dat vuur en van die oorlog spreekt het eeuwig Pinkster-evangelie in onderscheiden klanken. Tongen als van vuur vlammen boven de hoofden der discipelen. Het vuur des geestes spat zijn vonken in het kamp. Die Petrus voert met de spotters op de Pinkster belofte van Joël, die overgaat in het woord der vervulling, predikt dat op het Pinksterfeest, dat is het feest der liefde, het wereldgericht komt. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp en de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat de doorluchtige, grote en doorluchtige dag des Heren komt. Maar in dit vuur is toch ook de vlam der reddende liefde. Het Pinksterwoord van Joël eindigt niet met de dreunende klanken van het oordeel. De laatste boodschap is die van Gods behoudende genade. En zij is wel het grootste Pinksterwonder. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Zo heeft Joël geprofeteerd in tijden wanneer over Juda Gods oordelen zich over deze aarde uitstorten en zijn kastijdende hand zwaar drukt op het gehele leven. Een verschrikkelijke sprinkhanenplaag tijst op de velden. De bloeiende akkers zijn in kale dorrevlakte veranderd. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de kever afgevreten. En wat de kever overlaat, knaagt de kruidworm af. En donker is de hemel, waaraan de wolken in sombere stoeten zich aan heen rijden. En nu heeft Joël, die door de geest Gods gegrepen de bazuin der bekering in Juda moet blazen, bij het licht van de Heilige Geest in en achter de sprinkhanen zwerm en achter alle ellenden die zijn val treffen gezien, de geweldige dingen die geschieden zullen, wanneer de geest wordt uitgestort op alle vlees
En hij heeft gebeefd bij de aanschouwing van de bliksemen Gods, die in de laatste tijden de wereld verlichten. Maar voor zijn verbaasd oog is opengegaan de weg der behoudenis die God zelf geopend heeft in de verlosser der wereld en waarlangs de geest des Heren de verkorenen ten eeuwige leven voert tot het zalige licht. Welnu, de profetie weet Petrus vervuld op de Pinksterdag. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Zo heeft Petrus het antwoord op alle vragen en twijfelingen die reizen. En op dus alle spotternij die door de heilige vreugde de krast als een satanische dissonant. Hij verklaart het wonder des geestes niet door uit eigen ervaring te putten of uit de volheid van zijn gemoed voor de menigte te getuigen. Maar hij laat de schrift, hij laat de profetie spreken en boodschapt dat al dat vrede, dat al dat vreemde, dat geluid als van een geweldige gedreven wind, de tongen als van vuur, het spreken in vreemde talen, vervulling is van het woord Gods en de werkelijkheid waarvan eeuwen tevoren Joël al gesproken heeft. In zijn Godswoord ligt het antwoord op de Pinkstervraag. Zijn voorspelling is de verklaring van het Pinkstergeheim. En in dit profetisch getuigenis gaat de geweldige verborgenheid van de komst van des geestes voor de gemeente open. Uit dit woord schieten de stralen naar alle kanten. En in dit aanschouwen wij het veelzijdige werk des Heiligen Geestes. Hierin is de belofte van de volle, rijke zegen die uitgestort wordt op alle vlees. Hierin is de blijde boodschap, het geesteslicht, de geestesvreugde voor ouderen en jongen, voor zonen en dochters, voor vrijen en dienstknechten. Hierin is ook de geweldige oorlogsverklaring van de strijd des geestes tegen de macht der duisternis. Hierin is de verkondiging van zijn weg, die gaat door bloed en vuur en rookdamp. Hierin flitsen de tekenen in de hemel boven en op de aarde beneden. Hierin dreunen de klanken van de grote en doorluchtige dag des Heren. Hierin trilt tenslotte de ontroerende tijding van behoudenis voor ieder die de naam des Heren aanroept. Dit laatste vraagt in deze Pinksterdienst onze aandacht. De Geest Gods brengt de wonderen en tekenen des Heren op deze aarde. Dit is het, roept de apostel van Christus uit. En deze woorden mogen wij niet oppervlakkig opvatten. Zij betekenen niet, ik herinner u aan wat Joël gesproken heeft, of hier hebt u een tekst uit het Oude Testament, maar dit is het, wil zeggen, nu is het gekomen, nu slaat het lang verbijde uur, nu is het grote keerpunt daar, en met dat keerpunt bloed, vuur en rookdamp en behoud. Zo luisteren wij naar de Pinksterboodschap die ons spreekt van wonderen en tekenen ten oordeel en twee ter behoudenis. In het laatste der dagen, dat is in de wereldperiode die je aanvangt, begint met de uitstorting van de Heilige Geest, geeft God wonderen en tekenen. Hij doet niet alleen de ouden dromen en de jongeren profeteren en gezichten zien, maar hij zendt ook door de geest zijn wondertekenen die de wereld doen beven
en het mensenhart tot ontroering brengen. En voor die geweldige daden Gods gebruikt de schrift twee woorden. Het eerste wonderen zegt ons dat God wat nieuws doet. Het tweede tekenen houdt meer in dat de Almachtige in zijn doen wat nieuws zegt. En deze wonderen en tekenen die der wereld haar vernieuwing prediken, zij het door bloed en vuur heen, geeft de Heere in de hemel boven en op de aarde beneden. Zij worden dus eerst gezien in de hemel boven, want de storm des geestes beweegt zich van boven naar beneden. De veranderingen welke door zijn komst teweeggebracht worden, vangen in de hemel aan. Zij beginnen, want geen nieuwe orde komt uit de aarde op. Niet onder ons, doch boven ons. En al zien wij deze wonderen in de hemel het laatst. Zij zijn er het eerst. En de tekenen op de aarde zijn van de daden Gods het gevolg. Eerst wordt de geweldige strijd gevoerd tussen hemel en hel en trekt Michael aan het hoofd der hemelse heerlegers op tegen de draak en zijn duivelse macht. Eerst speelt zich het drama der wereldworsteling af in de onzienlijke wereld. En alles wat hier op aarde geschiet in botsing tussen geloof en ongeloof, is van die ontzaglijke strijd het gevolg. De openbaring van de Antichrist vindt haar oorzaak in het beest. En dit beest is instrument van Satan. En de aarde wordt beroerd door de bewogenheid des hemels en der hel. En daar moet u nog even verder gaan. Joël zie hier de grote en doorluchtige dag des Heeren naderen. En Petrus aanschouwt hem op het Pinksterfeest. Weer lichten aan de hemel. Waarmee zal nu die gerichtsdag beginnen? Met wonderen in de hemel boven. De hemelen zullen scheuren. De zon zal haar licht niet meer geven en veranderd worden in duisternis. En de maan verkeert in bloed. En de sterren zullen van de hemel vallen. En wat op Golgotha om het kruis van de heilanden 3 uren heeft plaatsgevonden, in 3 uren heeft plaatsgevonden, toen Gods gericht, toen de oordeelsdag over de middelaar kwam, voltrekt zich eens in volle en ontzettende werkelijkheid. De krachten des hemels worden bewogen, opdat het Lam eeuwig de kaars zal zijn in het nieuwe Jeruzalem. En met die wonderen zet de toekomst van Christus in. Zij zijn de tekenen van zijn grote en vreselijke dag en zij melden zijn majesteit, de grootheid van onze rechter. Welnu, op die dag werkt de Geest des Heeren aan. Hij is gekomen om het alles uit Christus te nemen en het de gemeente te verkondigen en om de volle oost van de heiland, van des heilands werk voor te bereiden. Hij wordt uitgestort om de voleinding des koninkrijks gereed te maken. En zijn sabbat ligt in de wederkomst van Christus. Aan Pinksteren zit het wereldeinde vast. Op Pinksteren wordt dan ook het wereldgericht ingeluid. Dat is het. Wonderen in de hemel boven en tekenen op aarde beneden. Daar valt de hoofdslag, maar dan volgt ook in overeenstemming met die wonderen boven de tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookdamp.
Want de strijd in de onzienlijke wereld plant zich hier op aarde voort. Het bloed der martelaren zal bij stromen worden vergoten. En het vuur der vervolging zal de brandstapels verteren en de kerken afbranden. En de rookdam der de rookzuilen zullen van de aarde opstijgen ten hemel. En op de dag van Christus zelf zal de aarde zelf vergaan door vuur. En wie, o Heere, zal bestaan voor uw gericht? Uw vlammen zullen de wereld louteren. En door die loutering zult gij aan het licht brengen de nieuwe aarde. Die bloeien zal als een roos, omdat die aarde gezuiverd is door de Heilige Geest. Door hem, die door bloed en vuur heen zijn werk voltooid. En straks als de eindstrijd is gestreden, niet alleen de gemeente tot haar bruidegom mag voeren, als een bruid in onverwelkbare schoonheid, maar ook de schepping als een bloeiende mei haar hoofd tonen mag. Zo is Pinksteren ons het feest der liefde, die door de zere oorlogen haar einde bereikt en die tot de vrede van de kerstnacht komt door de krijg, de oorlog des geestes. Ja, dit is het. Want door alle eeuwen loopt dit spoor van Gods geest. Het begint al op de Pinksterdag, na de Pinksterdag, wanneer Stefanus gestenigd en Jacobus door het zwaard gedood en Petrus in Rome gekruisigd wordt. Het zet zich voort door de arena's der Romeinen, waar de christenen ten prooi worden der wilde beesten, en over de brandstapel in de tijden der reformatie. Het wordt gezien wanneer in ons vaderland een eeuw geleden de beleiders der waarheid door drag onders en gevangenschap belet worden de Heere te dienen naar zijn woord. We zien bloed en vuur er in Rusland, waar de gemeente wordt getrapt en gemarteld. In de gehele wereld, waar het revolutievuur laait en de antichrist nadert met de verschrikking zijn macht. Maar vrees niet, kerk des Heren, door deze tekenen bereikt de geest Gods de voleinding in de dag van Jezus Christus. Het einde is uw vrede, uw heerlijkheid op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En heerlijkheid die op de dag van het Pinksterfeest al wordt ingezet, wanneer de stromen des geestes ruisen. Maar waarom volgt de geest deze weg? Waarom gaat zijn pad door bloed en vuur? Waarom is Pinksteren het feest van die oorlog? U zou het op het hoogtijd der liefde geheel andere dingen verwachten. En pas een bloed en vuur en rookdamp op de dag van rijke zegen? Schijnbaar niet. En toch kan de geest Gods niet anders komen, omdat hij de geest des Heren Heren is. En omdat hij is de geest van Jezus Christus. Die hier de vrucht des kruises doet rijpen en de heiland verheerlijkt. Gelijk de Zoon de Vader verheerlijkt. Wie op dat werk des geestes let, verstaat de strijd. Want waar moet die arbeid worden verricht? In een wereld die in het boze ligt en aan God en zijn dienst vreemd is. In een wereld die in de volheid der tijden alleen kende de kille eigen gerechtigheid van het Jodendom.
en de droeve duisternis der heidense religies. In een wereld waarin het kruis van Christus, Abrahams vleeselijk zaad, een ergernis en de Griek een drager van cultuur en dwaasheid was. In een wereld waarin door alle eeuwen heen de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn. En Satan, die de overste der wereld is, alle macht en kracht samenspant tegen het koninkrijk der hemelen. In een wereld die door alle tijden zich in bittere vijandschap stelt tegenover het recht Gods en die het evangelie der verzoening gram is. En in zulke wereld moet de arbeid des geestes reactie wekken. Het conflict kan niet uitblijven. De vijandschap moet ontwaken. De geest maakt zichzelf in al haar woede openbaar. Hij lokt, omdat hij overtuigd van zonde en gerechtigheid en oordeel, de oppositie en haat uit en zijn weg kan niet anders zijn dan een weg van strijd. Van strijd, ook omdat de geest zelf zich stelt tegenover de geest der wereld. Hij sluit geen compromis en wil van geen synthese weten. Hij noemt zonde zonde en dood dood. Hij werpt de mens neer en vernedert het schepsel. Hij eist alles op voor de Christus en doet overal Gods recht gelden. En wat hij op aarde werpt in de naam van Christus is vuur. Zo verheerlijkt hij de Christus Gods. Meent niet, zo spreekt de Geest des Heren, dat ik op de Pinksterdag gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik breng niet de wereld. Ik breng niet de vrede in de wereld, maar het zwaard. Ik ontketen de heilige oorlogen des Heren, die pas hun einde kennen in de grote dag van Jezus Christus. Mijn pad voert door bloed en vuur en rookdamp. Andere wereldloutering is niet mogelijk. De zegepraal over hel kan alleen in deze weg bevochten worden. En, o wonderwerking des geestes, zijn werk en zijn kerk schijnen in bloed en vuur en rook onder te gaan. Maar in plaats van ondergang en vernietiging rijpt de pinkstervrucht. Wat triomf van Satan schijnt, is geesteszegen. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Het vuur der brandstapels is de vuurhaard van de christelijke herleving. En in de rook die opgaat, is het licht des kruises dat alle duisternis breekt. En de wonderen en tekenen van het beest zijn de tekenen van de storm des geestes die werkt. En wie zal hem keren? Dit evangelie is niet naar de mens. Zulke pinksterboodschap begeert men niet. In deze tijden wil men andere klanken waarin het woord strijd niet vernomen wordt en van vuur geen sprake is. Men begeert nog wel een religie des geestes, maar dan zulke een waarin allen die zich kunnen verenigen, welke de synthese vormt van allerlei meningen, welke geen antithese in het leven roept en naar geen zuivere belijdenis vraagt. Men zoekt ja nog wel het Godsrijk, zoals men dit graag noemt, maar dan een ontwapend rijk,
waarin men het zwaard des geestes, het woord Gods, door kritiek en negatie heeft weggenomen. En dat zijn poorten moet openzetten voor ieder die wil binnentreden. Liefde is het parool. Doch dan een liefde die niet in louterende vuurvlammen brandt, die niet kent de krijg des Heren, die de mens in het middelpunt plaatst en niet de heiligheid Gods, en die de Heer der Heren maakt tot onze dienstknecht in plaats van ons op te eisen tot zijn dienst in absolute onderworpenheid. Voor zulke vroomheid zijn bloed en vuur en rookdamp verschrikkelijke en harde woorden. En de wonderen in de hemel boven en de tekenen op de aarde beneden, geen daden van haar God, die zij tot deze manifestatie van zijn bliksemende heiligheid niet in staat acht. Zij zingt op haar Pinksterfeest alleen de tere zang van haar liefde en vrede en warmt zich aan de wonderzachte gloed van haar gemeenschap, en dat de storm des geestes in de wereld loeit en Pinksteren, stormfeest en vuurdag is, verstaat zij niet tot haar eigen armoede en innerlijke versterving. Wie het feest des geestes naar de geest viert, kent het vuur en de storm wel. Hij ziet de gangen van de geest des Heren ook in deze bange tijden. Het zijn tijden van veel stormen en de crisis der geesten verscherpt zich. In Rusland stroomt het bloed der getuigen van Christus en stijgt de rook der verbrande kerken ten hemel. Doch ziet in dit alles niet alleen de openbaring van de macht der duisternis. De geest Gods grijpt de wereld aan en worstelt met haar. Hij twist tegen de volkeren die aan het christelijk geloof zijn ontzonken en spotten met God en zijn gezalfde, en naarmate de tijden naderen tot hun voltooiing, zal die twist in geweldigheid toenemen. Dit zijn nog maar een beginsel der smarten. De eindworsteling toeft nog, maar dan zullen al in alle klaarheid en tevens in alle verschrikking gezien worden. De wonderen boven in de hemel en de tekenen op aarde beneden. Dan verduisteren zon en maan en sterren en wordt de wereld door vuur verteerd. De dag des oordeels is de dag des geestes, die dan zijn werk voleindigt. Een werk welks loop op de Pinksterdag begon en zich voortzet door alle eeuwen en sindsdien staan in het teken van zijn vuur. De grote en doorluchtige dag des Heren zal de zegenpraal des geestes aan het licht brengen, die dan alles uit Christus genomen heeft en ook zijn volheid uitroept over de bewegelijke dingen die hun einde vonden, maar zijn volbracht verschrikt de gemeente niet. Zij viert juist om bloed en vuur en rookdamp haar feest. Want het geheim van haar feestvreugde schuilt in de heerlijkheid van haar koning. En die heerlijkheid wordt door de Heilige Geest bereid. Zij breekt zich baan door alle wereldnachten en wereldberoering. Is de wereld loutering. Maar zo is het niet alleen in de wereld om ons heen. De geest is ook de geest van storm en vuur in het mensenleven. Zijn gang door de harten is een brandende gang vol vlammen, die louteren en vol van het liefdevuur
dat al wat onheilig is verteerd en verzengd. Zijn inwoning in onze zielen betekent de strijd tegen de zonde en de afsterving van de oude mens. En alleen in die weg is er zaligheid en leven. Wie die loutering des geestes niet wil, wie die strijd des geestes in zijn eigen leven niet aandurft, wie dat vuur des geestes schuwt, blijft vreemd aan het heil in Jezus Christus en aan de Pinksterzegen die in de volle stromen wordt uitgegoten. U ziet dit al op de dag van het Pinksterfeest. De spotters en de twijfelaars ontvangen niet de doop met de geest en met vuur, maar zij die verslagen werden in het hart, die uitroepen: wat zullen wij doen, mannen en broeders, die zich bekeren tot de Heere en zijn behouden geworden van dit verkeerd geslacht? En nog altijd wordt het de Pinksterwilde geboren uit Pinksterstorm en Pinkstervuur. En wie zo de Heilige Geest ontvangt, wordt zalig. Dan benauwt u niet de verschrikkingen van het oordeel en beangstigen u niet de gerichten Gods. Ja, u verheugt u met beving, doch gij verheugt u als gij de gangen van de zeven geesten die voor Gods troon zijn ziet en u wacht met heilig heimwee de grote en doorluchtige dag des Heren, die de dag uw volkomen zaligheid is. Niet alleen de geest roept, kom Heer Jezus, maar gij, bruidsgemeente, meent uw smeken in zijn roepen en door de donkerheid der tijden aanschouwt u de nadering van de verhoring van uw gebed. De dag komt die zijn aanvangen reeds kent op het Pinksterfeest in Jeruzalem. En op die grote dag wordt het pas ten volle Pinksteren. Eerst voor de vijanden des Heren, want zij worden weggestormd van voor Gods aangezicht in het eeuwig vuur. En hun lot zal vreselijk wezen. Maar Gods volk viert dan de eeuwige werkelijkheid van Pinksteren. Dat is de inwoning Gods in zijn gemeente. En wat de trooster begon, heeft in de hemelse heerlijkheid zijn einde bereikt. God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Openbaringen 1, 2, vers 3. En omdat de gemeente van de heiland die dag tegemoet gaat, verwacht zij hem met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Here. Laat het dan maar nacht worden. Laat de zon veranderd worden in duisternis. Op hemels wolken zal hij komen die aan de nacht een einde maakt, die in zijn hemelen opgenomen het troostwoord uitsprak: wacht mij, waakt. Hij komt naar wiens Gods schepsels smachten, wiens werelds eeuwen tweemaal wachten, wien de aard reeds eenmaal heeft gebaard, het lam, wiens bloed hier heeft gevloten, de leeuw, uit Isaïe gesproten, de man der smart, de God der aard. Wij verwachten deze toekomst van Christus en geven wij acht op de tekenen der tijden? Zeggen wij op ons Pinksteren met Petrus: dit is het? Of leven wij rustig voort in de dommel van onze zelfvoldaanheid en in de sluimering van onze gerustheid, dat deze verschrikkelijke dingen tot ons niet genagen zullen? Menen wij gevrijwaard te zijn voor bloed en vuur en rookdamp? En achten wij ons veilig achter de muren van onze zuiverheid of activiteit, van
onze christelijkheid en nationaliteit en van de tradities die door God, door de God de Vader, toch niet zullen worden losgelaten. Weet dat het Pinksteren is, het feest van Gods wonderen en tekenen. Het feest van vuur, van het vuur des Heren, dat Hij zendt in de gehele wereld en dat Hij ons niet behoeft te sparen. Bereid u dan voor op worsteling en verdrukking en beproeft u allen of gij waarachtig goud zijt, dat in de oven wel gelouterd, doch niet verteerd wordt. Laten wij waken dat ons christendom geen stro of stoppelen zijn, dat al in de eerste vlammen verbrand voor de eeuwigheid geen waarde heeft. En dat des te meer, nu de dag nadert, uw lampen moeten brandende zijn en uw lindenen omgord. De laatste dagen spoeden zich ten einde. Jezus Christus komt. Laten wij ons over onze kilheid tegenover de komst van Christus voor God verootmoedigen en ons ernstig onderzoeken wat ons tegenhoudt om naar Jezus' komst te verlangen. Is het soms de vrees dat Jezus als rechter komt en durft u die rechter niet te ontmoeten? Omdat u niet weet of hij voor u aan het recht Gods voldaan heeft? Is het soms uw aardsgezindheid die u zo diep in het stof te neertrekt, dat de hemelse dingen zich ver van u verwijderen? Is het wellicht uw wereldgelijkvormigheid of uw vleeselijke begeerlijkheid die u afvoeren van de begeerte naar Christus' toekomst? Kan het ook zijn dat u een verborgen zonde koestert en dat de onheilige levenswandel u in de weg staat? Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen en zij het ons allerbeden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verwijt, dat in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drieëne God, u zij al de Heer. De wonderen, welke de Geest des Heren werkt, zijn niet alleen wonderen en tekenen ten oordeel. Hij openbaart hier op aarde ook het wonder der genade en der behoudende ontferming des Heren. En van die genade spreken de laatste woorden van de Pinksterprofetie. En het zal zijn dat er iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dit evangelie moet u duidelijk verstaan, zuiver. Het wil niet zeggen dat wanneer de grote en doorluchtige dag des Heren komt, er nog behoudenis zal zijn voor ieder die de naam des Heren aanroept. Want dan is de tijd der genade voorbij. Dan is er enkel gericht. Dan heeft Christus de deuren der redding toegesloten. Dan zal er nog wel een roepen zijn om uitkomst, maar niet tot de naam des Heren en niet om de verzoening in Christus. Dan klinkt alleen de angstkreet: bergen val op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit. Doch ontkoming aan het gericht is er niet meer. Het tijdperk van het heden der genade behoort onherroepelijk tot het verleden. En dit tijdperk is er lang genoeg geweest. En nu spant de rechter van hemel en aarde de vierschaar, de beslissing.
die voor de doden al viel in hun sterven en voor de levenden in het ene punt des tijds wordt openbaar. En dan is het voor ieder onherroepelijk behouden of verloren. En een derde is er niet. Van bekering is eeuwigheid, kent geen verandering. En de vrucht wordt geoogst van alles wat hier gezaaid werd. Daarom kan het slotwoord van Joëls profetie niet betrekking hebben op de grote dag van Jezus Christus, maar moet het slaan op de bedeling des geestes die met de Pinksterdag is begonnen. Nu, in het heden der ontferming staat het zo dat er ieder die de naam des Heeren aanroept zalig wordt en dat het wonder der geestes gewerkt wordt, dat een doemwaardige als kind des Heeren mag zeggen, Abba, Vader. Wat is nu eerst het aanroepen van de naam des Heeren? U voelt dat dit meer is het simpele roepen tot God zonder meer. En dat in dit aanroepen aanwezig moet zijn de kracht des geestes. En die kracht, die wederbarende en bekerende werking, leidt ook tot waarachtige aanroepen. Want zij brengt ons eerst in kennis met de naam Gods, met de naam des Heeren. Dat is met God. Gelijk hij zich aan ons geopenbaard heeft. Met God in de glans van zijn gerechtigheid. En zijn naam is vreselijk. Met God in de ijver van zijn heiligheid. En zijn naam is een jaloers God. Met God in zijn majesteit en zijn almacht. En zijn naam is grote zeer te prijzen. En met God in de overweldigende vertroosting van zijn ontferming. En zijn naam is zaligheid. En tot die God voert u de geest van Christus. Hij stelt u voor Gods recht. En uit de diepte roept hij, O God, roept u, O God, wees mij zondaar genadig. Hij doet u in aanraking komen met zijn heiligheid en gericht. En hij roept u aan, ga niet in het gericht met uw knecht. Hij richt ook uw blik op Jezus Christus en op het welbehagen Gods in hem geopenbaard. En hij roept, en u roept dan, Zonen Davids, ontferm u mijner. En dit is het waarachtig aanroepen dat de Heere behaagt en behoud werd. Dit is de erkentenis van het recht des Heeren en van zijn genade. En wie zo aanroept, beleidt dat er alleen bij onze God ontkoming is aan zijn oordeel. En hij zelf ons moet verlossen van de dood. Door zijn geest moet hij ons leren en dorsten en komen en willen en drinken van het water des levens dat springt in de bronwel die in het bloed van Jezus Christus geopend is. Verzwak dan dit aanroepen niet. Meent niet dat een enkele zielenkreet zonder zielsverbreking voldoende is. Beeld u niet in dat een vluchtig gebed uit een onverootmoedigd hart Gode welgevallig is. Bedriegt u niet met deze schijn dat gij meent te bidden terwijl uw ziel naar de Heer en naar zijn heil niet dorst. En misleid u nooit door voor aanroepen aan te zien wat niets meer is dan een smeking zonder berouw, uit de nood des levens geboren. Aanroepen is werk des geestes. Aanroepen is vrucht van zijn wederbarende genade. Aanroepen is de vlucht der levend gemaakte ziel tot God.
En het is zoals Johannes op Patmos beluistert. Wie dorst heeft komen en die wil, neem het water des levens om niet. Want Gods geest richt zich tot allen die dorsten naar gerechtigheid en die in der waarheid, zij het schreiend en klagende naam des Heeren aanroepen. Hij spreekt tot u die worstelt met de zielenvraag. Hoe zal ik, onheilige, uw heilige Jezus ontvangen? Want gij dorst immers naar zijn heil. Gij verlangt immers naar zijn verzoening. Anders, indien die begeert u niet in uw ziel leefde, zoudt u niet vragen en worstelen. En zoudt u niet met uw zonden te doen hebben. En uzelf onwaardig achten om met Jezus in te gaan. En u nood de trooster. Nee, hij roept niet hen die in zichzelf het leven menen te kunnen vinden en geen erbarming van noden hebben. Hij opent niet de deuren voor u die aan schuldbesef en verootmoediging vreemd zijn. Hij gaat ook aan u voorbij die u zelf gebroken bakken houdt. Bakken die geen water houden, maar hij heeft een blijde en dringende boodschap voor u. Die ontdekt aan uw eigen schuld en armoede dorst naar God, naar de levende God en schreeuwt gelijk het hert schreeuwt naar de waterstromen. Voor u, want uw dorst is zijn werk. Hij, die de geest der ontdekking, heeft u dorstende gemaakt. En nu doet hij geen halfwerk. Hij laat u niet in uw dorst versmachten of bezoekt het land en hebbende het begeren gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol water. Psalm 65, vers 10. Een ieder, zegt Joël, een ieder, herhaalt Petrus. En in dit, een ieder, gaan de deuren der genade zeer wijd open. De bedeling van Pinksteren is immers de bedeling van de volle stromen. En de beperkingen van de oude dag vallen weg. Want wel is er in de tijden der schaduwen voor ieder heil. Maar dan schemeren nog de schaduwen. De zaligheid van allen is beperkt. Buiten Israël wandelen de heidenen in donkerheid. En in het bondsvolk. En in het bondsvolk deelt niet een ieder de volle gaven des geestes. Slechts enkelen zijn profeten. Alleen de priesters uit Aarons huis naderen tot Gods troon. Zeer een inwoning geschiet in het huis met handen gemaakt. En de gehele oude bedeling roept om de volle stromen van een nieuwe dag. Die zich wijd en diep over allen en over een iegelijk zullen uitstorten. En die stroom werd uitgegoten. De geest Gods komt op de dag van het Pinksterfeest. Dan zijn allen eendrachtig bijeen en een ieder verwacht zijn komst met verlangen. En tot die allen komt de trooster. Het gehele huis vervult hij met het geluid als van een stormwind. Over allen doet hij het vuur der loutering branden. Allen vervult hij met zijn volheid. Maar, en welke wilde? Ook een ieder geeft hij zijn eigen vuurvlam. Ieder ontvangt van hem zijn eigen gave. En over heel de gemeente en over ieder lid stort hij zijn zegen in milde stromen uit. En nu vallen de staketels weg. De geest Gods slaat niemand over. Hij gaat geen discipel voorbij en maakt geen onderscheid. De beperkingen der oude bedeling zijn verdwenen, want uw zonen en uw dochters profeteren, uw jongelingen zien gezichten, uw ouden dromen.
De dienstknechten en dienstmaagden profeteren, en armen en rijken mogen drinken uit de stromen. Maar meer nog, niet alleen breken in de gemeente alle schaketels, doch nu vallen ook de muren, welke de heidenen van Israël scheiden. De rivier Gods is zo vol water, dat geen nationale grenzen en geen uitwendige voorrechten haar golven kunnen binden en versperren. En zij stort zich uit over heel de wereld. Parten, Mediërs, Cretenzen, Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Hierin is toch nog Jood, nog Heiden, hierin is nog Griek, nog Barbaar, hierin is nog Nederlander, nog Javaan, maar uit alle volken en alle talen heeft Christus zijn gemeente gekocht met zijn bloed. Zo hebt u eerst het een iegelijk te verstaan, maar dan moogt u ook verder gaan. Een iegelijk wil zeggen een ieder, dat er een ieder die berouwvol tot Christus de toevlucht neemt, behouden is door de Geest Gods, en dat onze heiland niemand afwijst die in der waarheid zijn heil zoekt, die wil, hoort Johannes komen. Die wil, hoort Johannes, komen. En een ieder die wil, kleine en groten, rijken en armen, schuchteren en vrijmoedigen, worstelaars en zachtmoedigen. Niemand van u kan zeggen dat er voor u geen plaats is. En dit evangelie der genade is zo ruim mogelijk. Christus zet de deuren der genade wijd open, maar u moet er boetvaardig doorheen. En wie zo komt, wie wil komen, wie aanroept, mag het water des levens om niet drinken. Die niet geveinst en onoprecht, maar uit waarachtige bekeerte en aandrang van de ziel komt, drinken uit de fonteinen des levens om niet, gratis. God geeft het om niet, ja, maar omdat Jezus Christus er de dure prijs van zijn bloed voor betaalt en deze levenswateren door zijn voldoening voor ons verworven heeft. Ze zijn betaald, volkomen betaald. Nu dan, komt alle gij dorstigen, komt tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Jesaja 55 vers 1. En wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Johannes 4 vers 14. Wie dan ook door ongeloof uit die levensstroom niet drinkt, die kan dit nimmer wijten aan een bekrompenheid van Gods genade of aan een tekort in zijn barmhartigheden. Wie niet komt en niet drinkt, wie niet komen wil en niet wil drinken, en zal eenmaal uit de mond van de rechter horen: ga weg van mij, want gij hebt niet gewild. Maar wie de naam des Heeren aanroept, wie wil en neemt, drinkt overvloedig en zal zalig worden. Wat is de laatste klank uit dit Pinksterakkoord schoon? Zalig worden. In die enkele woorden zit alles verborgen, waar daarin schuilt de verzoening der zonden door het bloed van Jezus Christus en de aanneming tot kinderen. Daarin wordt de vrede en de vreugde die hier op aarde al genoten wordt, in de gemeenschap met God,
Daarin is ook opgesloten de vertroosting welke de Heere zijn kinderen op hun levenswegen schenkt. En in die woorden is ook sprake van de zaligheid welke zich in het sterven opent en van de heerlijkheid die zich in de grote dag van Christus ontsluit, zalig worden. Hier ligt alles, alles in. Waar is een vreugd, een kalmte, een heil? Zo zalig als dit hoogst genot. Het vloeit uit God en keert tot God. Het heeft nog maat, nog perk, nog pijl. In Jezus is mijn zalig lot, verborgen bij mijn God. Hij is mijn lust, ook als mijn stof eens rust. O, prijs hem mijn gezangen, ik blijf zijn komst verlangen. Hij is mijn lust. Zijn komst verlangen, is dat het niet? Is dat niet geweldig? En dan bloed en vuur en rookdamp. Zij komen en de geest van God rijdt voorspoedig op uw vurige wagen. Tot de grote en doorluchtige dag van Christus Jezus. Want allen die in hun borg en zaligmaker de Heere hebben aangeroepen, worden door alle gerichten en ellenden, door alle bliksemen en stormen heen, zalig. En wanneer de uren, de geweldige uren komt van de verschijning van Jezus Christus, slaat door alle verschrikking de uren van hun zaligheid. Komt in, gij gezegenden, ja, ik blijf zijn komst verlangen. Hij is mijn lust. Het is Pinksteren geweest. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij behouden en indien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Wij worden zalig, behouden van de toorn, ontkomen aan het verderf, verlost van het vuur. En dat niet door ons, want die God is onze zaligheid en hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons stevig zalig leven. Loof dan de Heer mijn ziel en al wat binnen is zijn heilige naam, die zaligheid kunnen alle helse machten niet ontroven. Halleluja. Geloof zij dit Pinksterwoord, nog eens. Er is ook een niet zalig worden. Er is ook een verloren gaan. De Geest God komt door bloed en vuur en rookdamp. En het einde van allen die de naam des Heren niet hebben aangeroepen, zal zijn het helse vuur. Heden dan, zo wij zijn stem horen. Het is nu nog genadetijd. De roep van de Geest des Heren, wie dorst heeft komen om niet. En die neem het water des levens, klinkt nog eens over de aarde. Bondelingen hoort nu, ouderen luister tot uw zaligheid. Jongens en meisjes, zoek de Heer terwijl hij te vinden is. De rivier Gods is vol water. Zo vieren wij ons Pinksterfeest als het feest van Gods wonderen en tekenen, als het feest van vuur des geestes. Zalig ieder in wiens hart dat vuur louterend brandt. U vreest de grote en doorluchte dag des Heren niet, want gij zult behouden worden, zij het door vuur heen. Wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden.